Goedendag. Deze specht heeft even geen oog voor zijn nootjes, maar kijkt in de verte. Wat zal hij zien? Ja, misschien wel het koude weer dat eraan gaat komen. Want volgende week wordt het echt een stuk frisser dan de afgelopen dagen. We gaan ook afscheid nemen van het hele grijze weer, ook het winderige weer, met af en toe die regen. Volgende week ziet er echt anders uit, met meer zon en ook duidelijk droger. De temperatuur gaat alleen wel wat dalen, maar of dat nou heel vervelend is, ik vraag het me af, omdat dat weerbeeld er echt wel wat vriendelijker uitziet. Vandaag hebben we weer te maken met veel wolkenvelden, net als de afgelopen dagen. En ook zaterdag zal dat nog het geval zijn. Het computermodel laat het ook wel zien, die wolkenvelden die over het land trekken, soms dik genoeg voor wat neerslag. Maar vanaf zondag wordt het anders. Een storing trekt dan in de nacht van zaterdag op zondag over. Daarachter gaat het opklaren. En ja, dan krijgen we echt wel wat koudere lucht te maken. Een hoge drukgebied gaat dan ook domineren volgende week. Op zondag zien we daar al de eerste gevolgen van. Maar later in de week gaat dat hoge drukgebied nog wat meer naar het noorden trekken. En dan krijgen we echt die oost-noordoostelijke stroming. Ja, dan komt er koudere lucht naar ons land toe. Maar wel droge lucht met flinke zonnige perioden dus tot gevolg. Zaterdag is dat nog niet echt het geval. Dat is een bewolkte dag met temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Ronduit zacht. Hier en daar is die bewolking dik genoeg voor wat spatje regen of misschien ook nog wel wat motregen, dat het een beetje miserig is. Op een andere plek kan dan misschien nog ook even de zon doorbreken. Wind waait uit westelijke richtingen en is matig. In de avond wordt de bewolking dikker, want er komt die storing vanuit het noordwesten opzetten. Die passeert dan en dan hebben we morgen zondag een ander weerbeeld. Want dan is het een graad of 8 in de middag met zonnige periode. En vrijwel overal is het droog. Alleen in het noorden kan nog een enkele bui vallen. De druppels die u in het zuidoosten ziet, die zijn voor de vroege ochtend als die storing weg gaat trekken richting Duitsland en België. Nog wel een stevige wind op zondag, maar die gaat geleidelijk aan afnemen. En dan de dagen na komt die koudere lucht onze kant op en dat zien we in de maxima. Die gaan geleidelijk aan dalen. We komen uit op een graad of 5. Flinke zonnige perioden komen er ook aan. Nachten worden ook kouder. Bij helder weer kan de temperatuur dalen tot onder het vriespunt. Zo rond de -3 in het midden van het land. Diepe landinwaarts misschien wel matige vorst. Kortom, een weersverandering komt eraan. Nog een fijne dag.